Anders wordt het een cacafonie van je vals. Dus dat kunnen jullie misschien uitzetten. Ik hoor nog altijd allerlei geluiden. Ja, het wordt iets stiller. Ja, oké, goed. Welkom iedereen. Ik ben Pieter Stokmans van Mo Magazine. Ik ga deze avond modereren, in goede banen leiden. Ik ga beginnen met kort drie sprekers voor te stellen. De eerste die aan het woord zal komen is Pierre Cybulski. Excuseer Pierre als ik je naam fout uitspreek. Cybulski, dat is C. Cybulski, ja, dankjewel. Pierre is een gepensioneerd huisarts. Hij woont tegenwoordig in De Haan aan zee. Maar hij blijft actief als vrijwilliger bij Dokters van de Wereld in Oostende en Zeebrugge. En in die hoedanigheid geeft hij regelmatig medische consultaties voor migranten, daklozen, kansarmen, mensen zonder papieren, kwetsbare mensen in allemaal eigenlijk. Hij doet dat in de pastorie van pastoor Maréchal. En over die bijzondere mens zal Pierre het ook hebben. Pierre hielp ook bij de humanitaire hub van Dokters van de Wereld in het Maximiliaanpark bij het Brusselse Noordstation. En hij gaat ook spreken over het repressieve angstklimaat dat er heerst in Zeebrugge. Dat zag hij met eigen ogen in zijn eigen kabinet. Dus daar gaat hij het zeker ook over hebben. De tweede spreker zal Saar de Puit zijn. Saar is ook een vrijwilligster. En zij trekt al vele jaren regelmatig naar vluchtelingenkampen in Calais, in Duinkerke, transitkampen in de buurt. Het afgelopen jaar gaat zij zelfs wekelijks daar naartoe. Dus ik denk dat zij een van de weinige mensen is die heel veel terreinervaring heeft, heel veel in contact komt, zowel met de mensen die daar verblijven als met hulporganisaties die actief zijn. Ook zij hielp regelmatig in Brussel, dus zij heeft heel veel ervaring op het terrein als vrijwilligster. De derde spreekster is Cathy Verstrepen. En zij begon in ons kennismakingsgesprek al meteen met haar eigen rol te minimaliseren. Dat is zeker niet nodig, want zij is een advocate, niet van de minste. Ik heb nog met haar samengewerkt in een vorig leven. Zij verdedigt al jarenlang de rechten van vluchtelingen, asielzoekers, migranten. Zij is toch een van de experten vreemdelingenrecht in ons land. En zij is ook de voorzitter van de Vlaamse Liga voor de Mensenrechten. Ik ga de drie sprekers kort het woord geven. Elk krijgen ze een tiental minuten om zichzelf nog voor te stellen en ook om hun werk toe te lichten. En daarna gaan we over naar het vraaggesprek. Ik ga misschien beginnen met Saar. En Saar, je had ook graag foto's getoond, of ga je dat doen? Ja. Ja. Okay, ik geef jou het woord. Oké, dankjewel. Dankjewel voor de inleiding. En ik ga inderdaad mijn scherm delen. En ik begin met een klein kaartje situeren waar Duinkerke en Calais liggen. Net over de grens met Frankrijk, dus echt op amper een uurtje rijden. Ik zelf zit in Gent, op amper een uurtje rijden van Gent. Ik neem jullie mee even in de tijd. Een jaar terug zaten mensen op de vlucht in Duinkerke, nog in loodsen, in vervallen loodsen. En je ziet hier de foto's van hoe dat er aan toe ging. Het ziet er verschrikkelijk uit, maar ze waren wel beschermd. En dat is een verschil met deze winter. Hier zie je de foto's van deze winter. Eerst was er heel veel regen. Ze zitten in het bos nu, een beetje verder van de loodsen, want daar zijn ze dus in de eerste lockdown, maart 2020, zijn ze verdreven, weggejaagd.
naar het bos en dan zie je de omstandigheden. Leven in de modder met plastic zeilen die tenten beschermen tegen de regen. Het was een harde winter, ook sneeuw. En ook in de sneeuw verbleven mensen op de vlucht in het bos. Er was noodopvang, maar niet alle mensen waren daarvan op de hoogte. En bijkomend, de situatie in de noodopvang was vaak zo desastreus dat mensen toch verkozen om in het bos te blijven en om daar te overleven. Ik ga jullie meenemen in het dagdagelijkse leven. Ik ga dat toch proberen met een aantal foto's tonen hoe mensen daar overleven. Hier zie je foto's van een keuken. En we zitten inderdaad in Duinkerke. Je ziet een foto's van de keuken. Mensen maken zelf eten. Er zijn organisaties die dagelijks voedsel ook brengen. Maar mensen koken ook graag zelf. En in het midden zie je de afwas staan en zie je twee waterbidons. Dat is direct tekenend voor de situatie daar, want er is slechts één waterpunt. Eén waterpunt voor, ja, toch tussen de 200 à 300 mensen die daar leven. En mensen moeten dus echt zeulen met water als ze water willen hebben. Sanitair is er niet voorhanden. Dus er zijn geen douches, er zijn geen toiletten. Er is geen elektriciteit ook. Dus 's nachts en 's avonds, het is nu gelukkig al iets langer klaar. Maar in de winter, ja, 's avonds verlicht je en verwarm je door vuur en door kaarsen. En dat is dan ook direct niet echt veilig. Er gebeuren ongelukken. Kaarsen die de tenten in brand doen schieten. Als ik het zelf heb over mensen op de vlucht, krijg ik heel vaak de vraag, ja, maar ja, ze hebben toch allemaal een gsm? Dat is inderdaad zo. En hier zie je hoe ze hun gsm opladen. Er zijn organisaties die dagelijks ter plekke gaan met generatoren, zodat mensen hun gsm kunnen opladen. Gsm's zijn voor mensen op de vlucht, en dat is geen uitzondering als we even ook aan onszelf denken. Wij, de meesten onder ons toch, kunnen ook niet zonder onze gsm. Dat is voor mensen op de vlucht net hetzelfde. Dat is het contact met familie en vrienden die ze hebben moeten achterlaten. En dat is ook de manier om in contact te komen met vrijwilligers zoals ik en met hulpdiensten als ze in nood zijn. Ja, de schande van Duinkerke is niet alleen dat daar mensen leven, proberen te overleven, terwijl ze proberen de overtocht te maken naar het Verenigd Koninkrijk. Want dat is de reden, dat had ik nog niet gezegd, dat mensen daar zitten. De politie komt er tot 2 keer per week om hen, ja, te verjagen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Zwaar bewapend, massaal, dat gaat echt over tientallen combi's, volgestuurd met CRS. CRS is niet de gewone politie, dat is niet de gendarmerie, maar dat is, ja, de speciale eenheden. En wat doen die? Die begeleiden mensen die de tenten van de mensen op de vlucht kapot snijden. Tot 2 keer per week gebeurt dat. Tenten worden kapot gesneden, het materiaal wordt uit de tenten gehaald, je ziet, wordt in de modder gegooid en is onbruikbaar. Dus dekens en zo, vrijwilligers moeten dat blijven aandragen, want tot 2 keer per week komt de politie langs met hun assistenten, snijden dus de tenten kapot. En een paar weken terug was er dan ook een bulldozer mee, dat zie je op de foto rechts, om echt met grof geschut materiaal kapot te maken. En dus de dekens in de modder, persoonlijk gerief ook in de modder. Mensen hebben vaak de tijd niet om alles samen te rapen. Soms wel. Ja, dat is een foto van, ja, na de doortocht van de politie, wat er dan overblijft. En wat mensen wel proberen, en ik krijg vaak ook die vraag van, ja, Saar, denk je dat de politie zal komen morgen? Mensen proberen echt te denken van, oké, ze zijn hier 2 dagen niet geweest, morgen komen ze, dus we moeten proberen zoveel mogelijk ons materiaal te verzamelen, aan de bosrand gaan zitten en wachten tot dat ze gepasseerd zijn.
Het is ook niet altijd duidelijk waar ze vernietigen. Dat is niet altijd het volledige kamp. Ze kiezen soms enkel bepaalde plekken. Maar dat is, ja, in mijn ogen zijn dat echt pesterijen. Ik wil jullie ook even laten kennismaken met Bilal. Hij is toegekomen in Duinkerke begin oktober vorig jaar. Hij heeft op 31 december, net op de valreep van de Brexit, heeft hij het gehaald en heeft hij de oversteek gemaakt. En in die 3 maanden dat hij in Duinkerke was, heeft hij eigenlijk ervoor gezorgd dat heel veel vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact kwamen. En heeft hij dagelijks echt gedocumenteerd wat daar gebeurt. En dat is belangrijk, want voor ons als vrijwilligers, ikzelf voel soms schaamte en dat voelt ook heel verkeerd om foto's te nemen. Hij heeft dat gedaan en hij heeft massaal getoond wat daar eigenlijk gebeurt en hoe mensen leven. Hij zelf was 3 jaar geleden gevlucht vanuit Irak. Het is een Koert. Hij is 3 jaar onderweg geweest. Vanuit Turkije naar Griekenland. De horror van de Balkan. In hongerstaking gezeten omdat hij onterecht vastgezet was. Geslagen door politie, alles afgepakt door politie. Dus hij heeft dat ook allemaal gedocumenteerd. Dat kun je volgen op zijn Facebook. De foto links is in België genomen. Op een poging om de oversteek te maken, het was niet gelukt. En dan hebben ze een slaapzak mee en dan proberen ze ergens te slapen. En je ziet dus 2 mannen die liggen te slapen naast een open veld. Dat was in de buurt van Nieuwpoort. Op dit moment is het zo dat de mensen op de vlucht in Duinkerke nog maar eens verjaagd zijn. Dus vorig jaar van de loodsen naar het bos. En nu van het bos, veel dieper het bos in, met de bedoeling van niet langer zichtbaar te zijn. Want waar ze zitten, dat is een natuurreservaat. En de burgemeester van Duinkerke wil dat dat weer open is in de lente. Dat mensen daar terug kunnen gaan wandelen. En dan zijn die mensen op de vlucht. Dat is natuurlijk heel erg vervelend als je daar als burger moet op kijken. Dus die moeten ver weg zitten. En die zitten, je ziet het nu echt weer verstopt tussen de bomen. Nog heel even wil ik jullie aandacht vestigen op het feit dat onze taal heel erg belangrijk is. 2015 ben ik beginnen gaan naar Calais en spraken we nog van de vluchtelingencrisis. Ondertussen in de media lees je het woord vluchteling eigenlijk nog amper en gaat het over illegalen en transmigranten. Werd quasi niet gebruikt in 2015. Dat ontmenselijkt en het feit dat we die termen gebruiken, zorgt ervoor dat we dat heel wat mensen hen niet meer als mensen zien. En dan is het veel gemakkelijker om hen te behandelen zoals dat eigenlijk nu gebeurt. Ja. En afsluiten wil ik graag doen met het verhaal van de kleine Artin. Sommigen onder jullie gaan dat verhaal kennen. Artin was met zijn familie in Duinkerke, een broertje, een zusje. Je ziet een heel vrolijk kind, papa en mama, gevlucht, wilden naar Groot-Brittannië, hebben zich klaargemaakt om de overtocht te maken met een bootje, want dat is de manier waarop het gebeurt, ofwel met een bootje, ofwel in vrachtwagens. Hun bootje is eind oktober in de problemen gekomen. Artin, zijn broertje, zijn zusje, zijn mama, zijn papa en een aantal mannen die zijn verdronken. De lichamen van de anderen zijn gevonden, van de kleine Artin niet. Daar is quasi niets van gezegd in de Belgische media, terwijl dat toch 7 of 8 mensen waren die verdronken zijn in onze Noordzee, tussen Frankrijk en Engeland, op amper een uur rijden van ons, verdrinken dus mensen, helaas zijn er ondertussen nog mensen gestorven, verdrinken mensen in een poging om hun beloofde land te bereiken. En we staan daar eigenlijk veel te weinig bij stil. Hoeveel mensen, wat dat betekent, waarom mensen zo hun leven wagen,
Dat wil dus echt wel zeggen dat ze geen andere mogelijkheid zien. En dan nog dit om af te sluiten. En ik ga stoppen met delen. There's no them, there's only us. Ja, bedankt Saar. We gaan het zeker nog hebben over die motivaties van die mensen. Want dat is een vraag die vele mensen zich stellen, uiteraard. We gaan het er ook over hebben met Cathy Verstrepen, over de juridische realiteit die vaak een doolhof is, een gebrek aan betrouwbare informatie, wantrouwen ook bij veel van de migranten en vluchtelingen. Maar eerst gaan we eens even luisteren naar Pierre. Pierre, kan jij misschien ook in 10 minuutjes jouw ervaringen delen? Want jij bent ook wel heel sterk betrokken op medisch vlak. Misschien kan je iets zeggen over de medische problematiek die jij op het terrein vaststelt. En jij wou ook iets zeggen over de figuur van pastoor Fernand Maréchal, ja. Denk ik. Die ja, ja. Wel een eervolle vermelding verdient. Oké. Okay. Ik ga juist vragen, u ziet mij, maar ik zie jullie niet. Dus goed, dat wij is zien u, technisch... Wij zien u en horen okay. U perfect. Oké, okay, dus, dat is goed. Oké, okay, bedankt Pieter. Eerst en vooral, ik wil zeggen, Saar, je getuigenis is zo overweldigend dat ik eigenlijk hier bijna niets meer aan kan toevoegen. Dus ik weet niet of dat mijn bijdrage iets zal betekenen achter jouw verhaal. Het is overweldigend en ik heb het ook zelf al meegemaakt. Ik ben een aantal keren naar de kampen geweest, dus ik heb ervaren wat er daar gebeurt, maar je brengt dat zo... overtuigend over dat ik vind ik dat ik mijn bijdrage niet zo overweldigend zal zijn. Goed, ik zal mijn best doen. Eerst en vooral wil ik zeggen, als ik vrijwilliger ben bij Dokters van de Wereld, wat is Dokters van de Wereld? Is eigenlijk een onafhankelijk niet-governementele organisatie met een internationaal netwerk. En Dokters van de Wereld verleent medische hulp aan kwetsbare groepen. Pieter heeft er al de voorbeelden van gegeven. En de bedoeling ook van Dokters van de Wereld is ook de toegang tot en het recht op de gezondheidszorg te verbeteren in België en over de ganse wereld eigenlijk. Hè. Want er zijn blijkbaar nog heel veel mensen die buiten de boot vallen qua verzorging. Wij hebben als organisatie een aantal zorgantennes in Brussel, Antwerpen en in het Waals gedeelte van het land ook. En wij werken samen op sommige terreinen met een aantal andere organisaties, zoals Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Rode Kruis en Caritas. Aan de kust heeft de Dokters van de Wereld als organisatie 2 zorgantennes. De ene is in Oostende en daar werken wij samen met het CAW. En dat centrum is gelegen in Quidam in de Sint-Sebastiaanstraat. Daar zien we ook een aantal patiënten. Maar daar gaat het niet vanavond over. Het gaat hem dus meer over de tweede antennepost en dat is in Zeebrugge. En dat is hoofdzakelijk of gans helemaal gefocust op de transmigranten. Hoe is dat daar eigenlijk gestart? Wel, in 2015 is er een nogal sterke toename geweest van het aantal migranten aan de kust. De migratiecrisis is toen begonnen. En we hebben toen een toeloop gezien van migranten in en rond de Stella Mariskerk. En dat is een van de 2 kerken die pastoor Fernand Maréchal bediend. Hij is onmiddellijk begonnen met hulp te bieden aan de migranten daar, materiële hulp, voeding, mogelijkheid om kledij te krijgen en ook voor een douche en een toilet. Dus die man is dat al aan het doen sedert 2015. Even terloops vermeld dat hij in 2016 ook de winnaar geweest is van de prijs voor de Liga van de Mensenrechten. Maar hij doet het nog altijd. En met de nodige problemen die
correct, maar ik zal daar straks op terugkomen. Om een idee te geven, want men spreekt altijd van ja, er zijn enorme aantallen mensen die daar rond dwalen. Ik heb cijfers van mensen die aan meehelpen en we gaan dat zuiver bekijken naar voedselpakketten die hij dus per maand uitdeelt. Dat is nu momenteel voor dit jaar een gemiddelde van 300 voedselpakketten per maand. Dus het komt eigenlijk op neer dat er tussen de 10 en de 30 vluchtelingen, transmigranten, zo genoemd, alle dus dagelijks voedselpakketten bij hem aan zijn pastorij komen ophalen. Dus dat is om een idee te vormen. En dat getal blijft min of meer stabiel in de loop van de jaren. Soms zijn er wat pieken, soms zijn er wat dalen. Maar het gaat dan toch altijd over een dertigtal mensen, mannen, hoofdzakelijk per dag. Wat doen wij daar nu als van Dokters van de Wereld? Want ik zeg wij, want ik ben daar niet alleen. We hebben een groep van een aantal artsen die op vrijwillige basis meewerken en ook een aantal verpleegkundigen. Dus wij bieden daar wekelijks een consultatie aan. Gratis verzorging. En wat zijn zo'n beetje de medische problemen daar? Dat is hoofdzakelijk, enfin, dat zijn onder andere luchtwegeninfecties, nu in de winter, maar meer dan in de zomer. Geen corona, godzijdank, daar kan ik misschien op terugkomen straks. Veel wondzorg, want die mensen kwetsen zich dagelijks wanneer ze proberen van op de camions te geraken of op de treinstellen of wat dan ook. Zij kwetsen zich regelmatig, dus we zien verstuikingen, verwondingen aan de handen, prikkeldraadwonden. Veel problemen met tanden, zeer slecht gebit. Huidproblemen, schurft door het feit van de onhygiënische omstandigheden. En ook veel psychisch lijden, want zij zijn al maanden, zo niet jaren, aan het proberen om naar Engeland te geraken en dat lukt niet of weinig. Verse cijfers in verband met dat overgeraken in Engeland. Gisteren meldde de zeevaartpolitie dat er 6 transmigranten in Engeland toegekomen zijn. Hoeveel dat er niet toegekomen zijn, dat weten we niet. Maar ik vind dat toch een bemoedigend getal. Als er 6 zijn om de zoveel dagen, dan zijn er toch zoveel die erin geslaagd zijn. Ja, dus het gaat dan hoofdzakelijk, want dat is een van de vragen die ik gezien heb over jonge mannen, dus tussen 17 en 25 jaar. We zien geen vrouwelijke transmigranten, geen kinderen ook. Dus het is voornamelijk een probleem van mannen. Nationaliteiten, nou, dat wordt ook soms gevraagd. Nu is dat voornamelijk, dat evolueert in de loop van de jaren. In het begin, bijvoorbeeld in 2015, hebben we een aantal Iranezen gezien. Mensen dus uit Iran. Maar nu momenteel zijn het nagenoeg alleen Noord-Afrikanen. En dat zijn dus Algerijnen, Tunesiërs, ook Libiërs. En gisteren was er ook toevallig iemand uit Somalië. Ja, ik ga het kort houden. Dus de toestand is ook daar vrij dramatisch, want ze zijn verplicht van zich dus 's nachts weg te steken. Zo vernachten op straat of zo vernachten in lege panden. Zij worden minder lastiggevallen door de politie. Dat is misschien een vraag die ook straks zal gesteld worden. Het contact of de problemen met de politie zijn nu redelijk beperkt en dat is misschien dankzij corona, want ze worden dus niet meer opgesloten of zeer zelden. En als ze opgesloten worden, dan is dat puur administratief en het duurde 24 uur en daarna worden ze weer vrijgelaten. En in Zeebrugge zelf is de politie zeer tolerant. Dus we hebben redelijk goede contacten met de zeevaartpolitie die heel correct met die mensen omgaat, in tegenstelling met de CRS in Duinkerke. We hebben dus geen gevallen van mishandeling, lichamelijk althans, door de politie. De enige mishandeling die soms vermeld wordt is door de security, want het is uiteindelijk een bedoeling van in de haven te geraken en in de haven dan op een truck
te geraken om in Engeland te belanden uiteindelijk. Dus qua politiegeweld en dergelijke valt dat dus hier op het Belgisch grondgebied althans zeer goed mee. En ik wil dan even besluiten, ik wil even reageren op Saar, haar droevig verhaal. Het is enkele jaren geleden beter geweest in Frankrijk. In 2016 waren de migranten opgenomen in... hadden de migranten een kamp met houten behuizing. Er was zelfs een schooltje voor de kinderen. Er was een women's center, er was een soort kantine. Ik heb daar ook foto's van, ik kan ze niet laten zien. Dus ik zou zeggen dat het kan beter. Hè? De Franse regering zou het probleem kunnen op een humane manier oplossen als ze willen. Maar dat kamp dat in 2016 opgebouwd is, en ik heb me laten vertellen, hoofdzakelijk ook door Vlaamse hulpverleners, dat kamp is dan afgebrand. Is dat moedwillig in de fik gestoken? Ik weet het niet. Is het een accident geweest? Maar in elk geval, het bestaat niet meer. En een paar jaar later zijn we dan een keer met Johan Bultjouw naar Duinkerke geweest. En toen had de gemeente Duinkerke een gymzaal, een soort zaal waar sport wordt beoefend, ter beschikking gesteld aan de migranten, waar zij dus konden beschikken over douchen, een dak boven hun hoofd en zo dergelijke. Ook weer de laatste jaren verdwenen en met het gevolg dus dat wij daar gezien hebben in de beelden, triestige beelden die s'avonds laten zien. Voilà, ik ga het hierbij laten. Ik ga terug het woord geven aan Pieter. Ja, dankjewel, Pierre. We hebben nu nog kort even tijd. Misschien een dikke 5 minuten, want advocaten maken daar dan 10 minuten van. Dat zijn Cathy haar eigen woorden trouwens. Om Cathy ook even aan het woord te laten over haar werk en haar expertise. Vooral dan op het vlak van deze doelgroep, want Cathy is naast voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten, dacht ik ook nog altijd voorzitter van Nansen VZW, die pleiten voor een soort van overgangsperiode voor deze doelgroep, waarin deze mensen ergens een veilige ruimte krijgen om geïnformeerd te worden over hun juridische situatie, die vaak heel complex is. Er is ook een groot gebrek aan kennis over hun rechten. Nu, bij overheden bestaat er een terughoudendheid om mensen te informeren over hun rechten, hè, want dat zou een aanzuigeffect hebben. Dat argument kennen we allemaal. Maar Cathy, zou jij eens kunnen toelichten hoe jij dat ziet en wat jouw werk precies is op dat vlak? Zeker, Pieter. Met veel plezier. Goedenavond allemaal. En dankjewel, Sarah en Pierre, voor jullie uiteenzetting. Maar vooral voor het fantastische werk dat jullie doen. Ik heb ontzettend veel bewondering voor wat jullie doen. We kunnen er allemaal over praten en over nadenken. Maar jullie doen het gewoon. En dat is wat nodig is. En dat is echt fantastisch. Dus dank, hartelijk dank daarvoor. Ik ben inderdaad al 32 jaar advocaat. Ik heb mij van de eerste dag gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, omdat ik duidelijk voelde dat daar nood aan was. Ik woon in Antwerpen. Aan het Sint-Jansplein, dichtbij het Centraal Station. En 32 jaar geleden zag ik bij ons in de buurt al heel wat mensen van vreemde origine die heel wat vragen hadden over de rechten die ze hadden. En ik zag dat er eigenlijk weinig advocaten waren, of geen zelfs advocaten waren op dat moment, die die mensen van antwoord konden dienen. We zijn nu 32 jaar later en eigenlijk is er nog niet zo heel veel veranderd. Er zijn ondertussen wel advocaten die de materie kennen, maar de meeste van de mensen die hulp nodig hebben, hebben niet de financiële middelen om een gespecialiseerde advocaat te betalen. Die mensen moeten beroep doen op een pro deo advocaat. En een aantal jaar geleden is het pro deo systeem hervormd en krijgen de mensen die nood
hebben aan bijstand op dit vlak nauwelijks nog de aanstelling van een prodeo-advocaat, om de heel eenvoudige reden dat prodeo-advocaten niet meer betaald worden om deze mensen bij te staan. Als prodeo-advocaten dit dus, of andere advocaten dit dus willen doen, dan doen ze dat gewoon pro bono, zonder dat ze daarvoor betaald worden. Dus u kan begrijpen dat er ondertussen niet zo heel veel advocaten zijn die dat doen. En vandaar dat we met de VZW Nansen echt zorgen, of proberen ervoor te zorgen, dat die mensen wel de nodige juridische bijstand krijgen. Want zoals je zelf al hebt aangegeven, het is complex. En het zou het helemaal niet mogen zijn, want de conventie van Genève is heel duidelijk. Iedereen die vervolgd wordt door zijn overheid, om persoonlijke vrees voor vervolging heeft door de overheid, die heeft het recht om asiel te vragen in een ander land. Zo simpel is het. Maar jammer genoeg is het in de praktijk niet zo eenvoudig. Om je land te kunnen verlaten, om te kunnen reizen, heb je een paspoort nodig. Hè. Als je aan boord wil stappen van een vliegtuig of een bus, een internationale busreis wil maken, dan heb je een paspoort nodig. Nu, de meeste mensen die op de vlucht zijn, die hebben geen paspoort of die kunnen geen paspoort meer krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen uit Turkije. Als je vervolgd wordt door Erdogan, dan is het eerste wat de Turkse politie doet, dat is je paspoort blokkeren, zodanig dat zelfs als je een paspoort hebt, je kan dat paspoort niet meer gebruiken. En als je je aanbiedt aan de grens om op een vliegtuig te stappen of op een bus te stappen en je gebruikt je paspoort, dan word je onmiddellijk opgepakt en opgesloten. De mensen die het geluk hebben van een paspoort te hebben dat nog niet geblokkeerd is, die geraken daar meestal ook nog niet ver mee, want om internationaal te kunnen reizen heb je een visum nodig. Als iemand uit Turkije, als iemand uit Irak, als iemand uit Somalië naar Europa wil komen, dan heeft hij niet genoeg aan een paspoort. Dan moet hij een visum krijgen van een Europees land om Europa binnen te geraken. En uiteraard weigeren de Europese landen visa te geven aan mensen waarvan ze denken dat ze naar hier zouden kunnen komen om asiel te vragen. Dus die mensen krijgen geen visum. Dus dat betekent dat als mensen op de vlucht gaan, er niks anders op zit dan gebruik te maken van de diensten van een smokkelaar. En dus ook al hebben mensen de vrije keuze als ze op de vlucht gaan, hè, als je vlucht, dan mag je in principe kiezen naar welk land je gaat, maar in de praktijk komt er van die vrije keuze niks in huis. Je moet gewoon de bestemming aanvaarden die de smokkelaar aanbiedt. Er is geen keuze. En dan zien we dus dat mensen moeten gebruik maken van de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee om dan zo terecht te komen in Griekenland of de gevaarlijke Balkanroute moeten volgen. En dan komen ze terecht in een land zoals bijvoorbeeld Hongarije of in een land zoals Griekenland. Dat is dan het eerste veilige land. Daar kunnen ze dan asiel vragen. Maar we weten allemaal dat in Hongarije of in Griekenland er gewoon nauwelijks asielprocedures zijn. Als je je nu laat registreren in Griekenland, dan denk ik dat je eerste interview in het kader van de asielprocedure, dat zal dan ergens 2023, 2024 plaatsvinden. En ondertussen is daar geen opvang. Dat is niet zoals bij ons. Als je een asielaanvraag indient, dat je in afwachting van de behandeling van de aanvraag opvang hebt. Nee, je wordt volledig aan je lot overgelaten en je moet maar zien jezelf te beredderen. Dus natuurlijk probeert iedereen te vermijden dat er een asielaanvraag gebeurt in Griekenland of in Hongarije en probeert men door te reizen. En men probeert dan liefst in Engeland te geraken, omdat men daar al familie heeft, omdat men meestal al een beetje Engels spreekt en de taal kent, omdat men weet dat het daar makkelijk is om in het zwart aan een job te geraken. Dus de meeste mensen proberen dan in Engeland te geraken en proberen dus absoluut te vermijden dat ze in een ander Europees land asiel vragen, omdat ze weten dat als hun vingerafdrukken getraceerd worden, dat ze dan teruggestuurd worden naar Griekenland of Hongarije of Polen, waar ze dus echt niet willen terechtkomen. En dat is dus de reden. En dat is denk ik heel belangrijk om te beseffen. Mensen kiezen er niet voor om in dat bos te zitten in Duinkerke
Ze zouden veel liever een behoorlijke opvangplek hebben, maar er is geen keuze. Want dat is een argument dat dan heel vaak gebruikt wordt, van, ook door de overheden, van ja, maar dat ze asiel vragen. In het Maximiliaanpark ook. Waarom zitten mensen in het Noordstation? Waarom zitten mensen in het Maximiliaanpark? Dat ze toch gewoon asiel aanvragen hier bij ons. En dan hebben ze recht op opvang. En dan zullen ze erkend worden als vluchteling. En dan zullen ze bescherming krijgen. Nee, dat is niet zo. Als mensen hier bij ons asiel vragen, dan worden hun vingerafdrukken genomen. En meestal ziet men dan dat ze al eerder in Griekenland of in Hongarije of in Polen geweest zijn. En dan is er van de asielprocedure in België of in Frankrijk geen sprake meer, dan worden ze teruggestuurd naar die landen. En dat is wat ze inderdaad absoluut proberen te vermijden. Dus dat is de reden waarom mensen dan in die kampen, zoals in Duinkerke, terechtkomen. Omdat ze absoluut niet teruggestuurd willen worden. En aangezien dat ze dan hier geen asiel vragen, dan hebben ze ook geen recht op opvang. Nu, er is een verschil tussen het niet hebben van recht op opvang, omdat je geen asiel vraagt. En het leed wat mensen nu aangedaan wordt door de Franse politie. Het feit dat mensen geen asiel aanvragen en dus officieel geen recht hebben op opvang, mag uiteraard geen vrijgeleide zijn voor de politie om die mensen op die manier te behandelen. Dat is echt nergens voor nodig. Er moet een oplossing gezocht worden voor hen. En het is zo dat de regel, die Dublin-regels, hè, dus als je in in Europa toekomt en je hebt je vingerafdrukken achtergelaten ergens in Europa, dat je dan naar dat land teruggestuurd wordt om de asielprocedure daar te laten doorlopen. Dat zijn regels die België kan toepassen, maar die België of Frankrijk niet moeten toepassen. België en Frankrijk zijn op elk moment in de mogelijkheid om iemand die eerder geregistreerd geweest is in Griekenland of in Hongarije, om die hier in de asielprocedure te helpen en bescherming te bieden. België moet dat niet doen. België mag op basis van de Dublin-regels iemand terugsturen naar een ander land, maar België of Frankrijk moet dat niet doen. En dat is iets wat we vragen, dat is dat er minder strikt zou worden omgegaan met die Dublin-regels, zodanig dat als mensen hier zijn en zich in onmenselijke omstandigheden bevinden, dat men dan zou zeggen, kijk, we gaan die Dublin-regels niet toepassen, je bent hier nu, we gaan die asielprocedure hier in België toch doorlopen. En dan zouden mensen zoals de ouders van Artan en Artan zelf niet omgekomen zijn in de Noordzee, dan zouden ze waarschijnlijk hier nu bescherming gekregen hebben en een veilig leven hebben. Dus dat is inderdaad iets wat we vragen. Spring minder streng om met die Dublin-regels en laat mensen toch toe om hier in de asielprocedure bescherming te vragen. Maar vooral, jaag die mensen niet op, want dat is wat er nu gebeurt. Door hun tentjes te vernielen, door hun bezittingen in de modder te gooien, door ze te verjagen. Het wordt mensen onmogelijk gemaakt om nog rustig na te denken. En als mensen niet meer kunnen nadenken, ja, dan zijn ze ook niet meer voor reden vatbaar. En dan zit dat idee fix in hun hoofd van we moeten naar Engeland, we moeten naar Engeland, we moeten naar Engeland. En voor iets anders is er gewoon geen plaats meer. Er is geen mogelijkheid meer om rustig na te denken en na te gaan. Als we niet in Engeland raken op een veilige manier, is er dan misschien een alternatief? En zo ja, welk alternatief? En is dat een echt alternatief? En daar pleiten we met Nansen voor. Als mensen zich in zo'n situatie bevinden, zorg er dan voor dat mensen, laat ons zeggen, een maand op een plaats kunnen doorbrengen waar het rustig is, waar ze verzorging krijgen en waar ze goede juridische begeleiding krijgen, zodanig dat ze weten wat zijn de alternatieven. Kan ik terug naar mijn land van herkomst? Kan ik in België of in Frankrijk asiel vragen? Is er een mogelijkheid dat ik naar familie raak in Engeland? Een maand tijd, een time-out om rustig na te denken en alle alternatieven goed uitgelegd te krijgen en dan te beslissen wat er verder moet mee gebeuren. En we zijn ervan overtuigd dat op die manier heel wat mensen
een alternatief voor de vlucht naar Engeland zouden willen begrijpen en zouden willen aangrijpen als dat er is. Voilà, en ik ga nog heel even verder gaan. Minuten. Ik ga nog heel even verder gaan met jou, Cathy. Want er zijn een aantal dingen waar we op moeten inpikken, denk ik. Een eerste vraag is, is het Verenigd Koninkrijk dan niet gehouden aan dat Dublin-verdrag? Als die mensen zich dan aandienen in het Verenigd Koninkrijk, gaan zij dan niet die vingerafdrukken terugvinden en gaan zij hen dan niet moeten terugsturen naar bijvoorbeeld Hongarije? En een tweede vraag daaraan is de situatie, de juridische situatie in het Verenigd Koninkrijk dan zoveel beter voor die mensen? Gaan zij daar ook moeten onderduiken voor de overheid om niet gedetecteerd te worden, om niet teruggestuurd te worden? Het is een beetje de vraag van waar de verwachting komt dat het in het Verenigd Koninkrijk beter gaat gaan en dat alle problemen die ze hebben daar plots gaan verdwijnen. Hoe zit die situatie precies in elkaar? Ik heb inderdaad lang gedacht dat in Engeland de Dublin-regels niet golden. En ik dacht altijd dat dat de reden was waarom mensen absoluut naar Engeland wilden. Omdat als ze daar dan geraakten en daar dan asiel konden vragen, dat ze niet zouden teruggestuurd worden naar landen zoals Griekenland of Hongarije. Maar dat is niet het geval. In Engeland gelden die Dublin-regels ook. Nu, zoals ik daarnet al zei, geen enkel land is verplicht om de Dublin-regels toe te passen. Elk land kan dat, maar hoeft dat niet te doen. En wat zien we? Dat is dat in Engeland er inderdaad iets minder streng wordt omgegaan met die Dublin-regels en dat mensen minder snel worden weggestuurd. Maar de voornaamste reden waarom mensen in Engeland moeten raken, dat is omdat er in Engeland minder gecontroleerd wordt dan bij ons. Zowat voor alles heb je bij ons een identiteitskaart nodig. We hebben elektronische identiteitskaarten waar een chip op staat en om toegang te krijgen tot gezondheidszorg, om wat dan ook gefixt te krijgen, heb je die identiteitskaart nodig. Er wordt bij ons door de politie heel veel op identiteit gecontroleerd en dat is in het Verenigd Koninkrijk veel minder het geval. Het is veel makkelijker om daar in het zwart aan een baan te geraken en het is ook zo dat in het Verenigd Koninkrijk er al heel wat mensen zijn die, of dat heel wat mensen op de vlucht familieleden hebben die al in het Verenigd Koninkrijk wonen, waar ze terecht kunnen en die dan onderdak kunnen bieden en een baan in het zwart kunnen fixen. En dat is voornamelijk de reden waarom mensen toch absoluut naar Engeland willen. En dan in de tweede plaats het gebrek aan informatie. Smokkelaars printen mensen dat echt in het hoofd. Dat is waar je moet geraken, dat is waar je moet geraken. En zoals ik zei, mensen op de vlucht die zo gedehumaniseerd worden, die hondsmoe zijn. Want we hebben allemaal de beelden gezien, maar beeld u in dat je zo al 3 jaar leeft, al 3 jaar op de vlucht zij en altijd maar voort. En echt van uur tot uur moet leven of van dag tot dag moet leven. Je hebt gewoon geen plaats meer in je hoofd om over iets anders na te denken. Je hebt geen tijd en geen fut meer om een lange termijn denken te ontwikkelen. Dat is er gewoon niet meer. Je moet gewoon voort. En vandaar het belang van die time-out en die goede juridische bijstand, zodanig dat mensen van eens iemand anders te horen krijgen dan een smokkelaar, dat het leven in Engeland niet echt het land, of dat Engeland niet echt het land van melk en honing is. Ja, dat is misschien een goede overgang naar de volgende vraag, want het is vaak zo dat de mensen die daar in die situatie, in die leefomstandigheden verblijven. Vaak is de enige ontmoeting of contact met de overheid een contact van ja, repressieve handhaving. En daarnaast hebben ze dan contact met smokkelaarsfiguren in het criminele milieu. Het is vaak een concurrentie
om de aandacht van de vluchteling. En als hij langs de ene kant bestookt wordt door de hoop, de valse hoop die hem wordt aangepraat door smokkelaars, en aan de andere kant heb je de repressie van een overheid, ja, het zijn beide vrij negatieve... het is een negatieve spiraal waarin ze terechtkomen. Dus in die zin is het pleidooi voor een rustmoment... waar de overheid daar dan verantwoordelijk voor zou zijn, dat de overheid op een andere manier in contact kan komen, op een rustigere manier in contact kan komen met die doelgroep, ja, lijkt het mij cruciaal. En misschien een vraag hier aan Saar. Zie jij op het terrein pogingen van zowel de Belgische als de Franse overheid om op die manier in contact te komen met die mensen? Of zie jij toch vooral de... Ik denk dat Pieter even geblokkeerd is, maar ik weet wel al wat ik moet antwoorden. Ik ga dat doen met een korte anekdote. En dat is toen het heel erg koud was... was er noodopvang voorzien? Dat was een, ik weet niet meer, een zaterdag of een zondag? Een zondag. Een zondag namiddag, er kwam een bus opgereden op de parking. En als vrijwilliger hadden wij geen idee wat die bus daar eigenlijk stond te doen. Daar kwamen mensen uit met oranje hesjes en die stonden rond die bus. En voor de rest gebeurde niets. Ondertussen kwamen mensen aan ons vragen, heb je nog dekens, heb je nog tenten? Want het is super koud, we hebben meer bescherming nodig. We wandelden in het kamp, ik kwam weer mensen tegen die opnieuw vroegen, van, heb je nu al dekens voor mij gevonden? Achter mij liepen zo van die hesjesmannen. Ik aan hen vragen, van welke organisatie zijn jullie? Ik heb geen dekens meer, kunnen jullie hen helpen? Dan zeiden die mannen, ja, wij zijn een organisatie die hier eigenlijk aanwezig is om aan mensen te zeggen dat ze met ons mee kunnen naar de noodopvang. Die mannen spraken enkel Frans. Nu, de voertaal in Duinkerke, dat is Engels of Engels met handen en voeten, maar geen Frans. Ik heb dan even getolkt samen met wat anderen. En in een mum van tijd waren die twee mannen omgeven met een aantal mensen die zeiden, ja, een tiental, van ja, wij willen mee, want het is echt veel te koud. De overheid of die organisatie was er door de overheid, maar die was niet actief bezig om te zeggen, wij zijn hier en jullie kunnen met ons mee. Die liepen gewoon rond en als mensen hen toevallig aanspreken, ja, dan kunnen ze zeggen in het Frans, je kunt met ons mee, maar er staan geen infoborden. Er werd niet gezegd van jullie kunnen met ons mee. Dus ja, ze kunnen zeggen, ja, we zijn er. Maar dat is het dan ook. Er wordt echt niet actief geïnformeerd. En dat is een gigantische tekortkoming, inderdaad, dat gebrek aan correcte informatie. En ik zie dat Pieter nog niet terug is. Ik ben wel terug, denk ik. Hoort jullie mij? Ik zie je niet meer. Ja, soms valt mijn daar ben je. Ja. Verbinding weg, maar ik ben wel terug, denk ik, ja. Ik heb misschien dezelfde vraag ook aan Pierre. Want jij ziet die mensen in het kader van medische consultaties. Vertel het mensen jou iets over hoe zij behandeld worden door de politiediensten. En zie jij bepaalde verwondingen die te maken hebben met politiegeweld? Je hebt er kort al over gesproken, ja, in het begin. Ja, ja. Het is niet zo sterk aanwezig, zeg je? Ja, maar ik wil even nog terugkomen op dat mogelijk aanbod van juridische hulp, of althans een poging om ze dan toch hier in België te houden en niet naar de UK te laten gaan met risico voor hun leven. Dat gebeurt eigenlijk nu de laatste tijd veel te weinig. In het begin hadden wij dus een samenwerking met Caritas tijdens de consultatie en werd er aan hen voorgesteld, voor degene die het interesseerde, om dus contact op te nemen met dienst vreemdelingenzaken, om toch dat proces van legaliseren in gang te steken. Nu gebeurt dat niet meer, jammer genoeg. We hadden tot voor enkele maanden een Arabisch sprekende tolk.
die ook voor Caritas werkte, Hamid, maar die is ook van het toneel verdwenen. Dus langs die kant hebben we niks als aanbod. Dus ze blijven allemaal gefixeerd voor UK. Wat dat politiegeweld betreft, dat heb ik al straks vermeld, in België, althans aan de kust, bij ons valt dat zeer goed mee. De laatste tijd worden er nauwelijks arrestaties verricht. En als dat gebeurt, dan is het die administratieve arrestatie, waarbij dat zij dus na 24 uur terug op straat belanden. Dus ja, ik moet zeggen dat valt goed mee. Ik heb ooit in het verleden eenmaal een beetje een optreden meegemaakt van de federale politie. Maar we moeten wel het onderscheid maken tussen de lokale politie, tussen de zeevaartpolitie en de federale. We hebben een keer ik durf het woord niet gebruiken, want het is een beetje overhoepen, een soort razzia gehad aan de kerk bij pastoor Fernand, net voor de voedselbedeling. Dus dat was s'avonds om 5 uur, wanneer dat de vluchtelingen stonden aan te schuiven om een schamele kom soep en een boterham. Toen kwamen daar ineens 10 combi's af met een aantal Frans sprekende politiemannen. En de ganse groep is opgenomen. Waarschijnlijk ook om de dag nadien vrijgelaten te worden. Zonder veel fysiek geweld, met de nodige trekken en duwen en zo. Maar dat is het enige wat mij bijgebleven is als politieactie aan de kust. Voor de rest is dat zeer rustig. Als dat een antwoord is op uw vraag. Ja, dank u. Natuurlijk, deze doelgroep komt ook heel vaak in de media. Niet altijd op een heel constructieve manier, kan ik wel zeggen als journalist. Nu, we zien ook vaak dat er vaak alleenstaande mannen in het nieuws komen. Er wordt ook vaak benadrukt door bepaalde partijen dat het vaak gaat om alleenstaande mannen en dat daar een dreiging van uitgaat. Maar stemt dit overeen met de realiteit? En dat is dan ook weer een vraag aan Pierre en Saar. Ik neem aan, ja, Saar, jij haalde het voorbeeld aan van die kleine jongen. We weten ook dat Mauda, het meisje dat op ons grondgebied is doodgeschoten. Ja, zij was hier ook in het kader van haar gezin, uiteraard. Dus er zijn misschien wel meer gezinnen met jonge kinderen dan we denken binnen die doelgroep. Hoe zien jullie dat? En kies maar wie eerst antwoordt. Misschien Pierre. Ik denk dat Saar eerst mag antwoorden, want zij komt misschien wel in contact met gezinnen en kinderen en zo. Saar? Ja, in Duinkerke wel. In Duinkerke, de meerderheid is wel nog steeds man, maar ik zou dat alleenstaand wel weglaten. Man. En er zitten families, maar vaak komen die ook wel niet naar de distributieplaatsen. Families met heel vaak heel kleine kinderen. En ik zeg mannen en niet enkel alleenstaand, omdat er nogal wat mannen zijn die voorkomen waarvan vrouw en kinderen... En ik sprak zondag nog iemand die dan foto's toonde van zijn zoontje die in Turkije vastzit samen met zijn vrouw. Dus de mannen komen eerst. En als zij dan veilig zijn, want dat is echt geen evidente tocht, dan laten ze of proberen ze om familie ook te laten overkomen. Dus het is echt een mix. Het is echt niet zo dat voor Duinkerke toch 90% alleenstaande mannen zijn. Dat is niet het geval. Ja. Pierre, jij misschien ook? Voor Zeebrugge kan ik zeggen dat het 100% alleenstaande mannen zijn. Daar moet ik ook relativeren. Waarschijnlijk hebben die ook een echtgenoot of kinderen. Ik vraag daar soms naar. Soms is dat zo, soms is dat niet zo. Maar ik wil nog even reageren op een
iets dat Cathy vermeldde in verband met de UK. Wat ik wel al opgemerkt heb, en ik vraag dat na, is dat er al een aantal van transmigranten terug rond lopen in Zeebrugge, die al in Engeland geweest zijn. Die perfect Engels spreken, die daar 4, 5, 6 jaar illegaal weliswaar gewerkt hebben, die daar een job gedaan hebben, meestal in de horeca, en die toch uitgedreven zijn uit Engeland, die dus terug op het vasteland zijn en die weer proberen van naar UK te gaan. Dus dat is iets dat misschien op te merken is. Dus dat toch gebeurt dat er uitgewezen worden uit de UK. Ze blijven daar blijkbaar toch niet allemaal. En dan misschien ook naar wat het gevoel is naar de bevolking toe. Want ze zijn uiteraard niet welkom bij de meeste van onze medebewoners. Ze worden dus aanzien als criminelen, als gevaarlijk grut. En ik moet zeggen dat de criminaliteit onder de migranten heel klein is. Ik zeg niet dat ze nul is, want er worden gevallen gemeld van diefstal. Dat zijn dan meestal kleine diefstallen. Voedsel gaan stelen in een groot warenhuis. U zal wel begrijpen waarom. Maar het gaat hem nooit over erge zaken van agressie naar mensen toe en zo, of vrouwenmishandeling of weet ik veel, zoals dat soms wel verteld wordt in bepaalde kringen. Dus die criminaliteit wordt goed nagekeken, goed, en dat is nagenoeg nihil. Dus dat is het wat ik moest vertellen. Ja. Misschien een volgende vraag voor Cathy. Moeten OCMW's bijvoorbeeld geen onderdak bieden? En wanneer zijn OCMW's daartoe gehouden en wanneer niet? Want het zijn natuurlijk niet allemaal mensen die al een verblijfsvergunning hebben in ons land. Er zijn wel mensen bij die een verblijfsvergunning hebben en die toch ondanks die verblijfsvergunning verder willen reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Ik neem aan dat die mensen wel geholpen kunnen worden door het OCMW, maar andere groepen niet. Zou je dat even juridisch kunnen toelichten? Wat zijn de rechten op onderdak voor die mensen? Ja, dat is heel duidelijk in België. In België heb je maar recht op onderdak, recht op opvang, als je in een asielprocedure zit of als je over een verblijfsvergunning beschikt. Dus wie in de asielprocedure zit, of wie erkend is als vluchteling of subsidiaire bescherming heeft gekregen, die heeft recht op hulp van het OCMW. Maar wie zich, zoals dan de overheid zegt, vrijwillig buiten die procedures blijft en geen asiel aanvraagt, die heeft daar geen recht op. Dat is ook nog relatief, want als je een meervoudige asielaanvraag doet, dan heb je ook al geen recht meer op opvang. Dus je hebt recht op opvang tijdens de eerste asielprocedure. Maar als je dan afgewezen wordt en je vraagt een tweede keer asiel aan, dan heb je ook al geen recht meer op opvang. Er is een uitzondering als het gaat om gezinnen met kinderen. Gezinnen met kinderen kunnen dan niet op straat gezet worden, maar die worden dan naar terugkeerwoningen gebracht, waar er dan een terugkeercoach is die hen dan begeleidt naar een terugkeer. Dus nee, dat recht op opvang, dat is er maar als je asiel aanvraagt. En zoals we daarnet gehoord hebben, de meeste mensen zijn heel bang om hier in België asiel te vragen, omdat ze heel goed weten dat als ze asiel vragen, dat dan hun vingerafdrukken zullen genomen worden, dat die vingerafdrukken zullen herkend worden in de databank, omdat ze eerder al geregistreerd werden in Hongarije of Griekenland of Polen, en dat ze dan zullen teruggestuurd worden naar een van die landen. Dus daarom vragen ze geen asiel. En ja, als ze geen asiel vragen, dan hebben ze ook geen recht op opvang. Mag ik even tussenkomen? Ja. Ik ga even op de juridische toer. Sorry, ja. Cathy. Maar het schijnt, is er een OCMW-wet, artikel 57, paragraaf 2. En die zegt dat in België is het OCMW toegehouden aan transmigranten in onwettig verblijf dringende medische hulp te verlenen. Dat wel. Het gaat er niet over een dak boven, maar dringende medische hulp wel. En dat kan, dat gebeurt.
Ja, dat is inderdaad zo. Dat is de uitzondering. De vraag van Pieter was, is er recht op opvang? En het antwoord daarop is nee, er is geen recht op opvang. Het OCW is niet verplicht om die mensen onderdak te bieden of te helpen. De enige uitzondering is dringende medische hulp. Als mensen dringende medische hulp nodig hebben, dan krijgen ze die wel. Maar om die dringende medische hulp te krijgen, moet je eerst een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je dringende medische hulp nodig hebt. Hè? Dus het is een beetje een catch-22 om bij de dokter te geraken om geholpen te worden, moet je eerst bij een dokter geraken die wil zeggen dat je dringende medische hulp nodig hebt. Dus daarvoor dienen dokters van de wereld. Ja, voilà. Dus gelukkig zijn er dan dokters van de wereld die dan mensen wel zien, die dan wel een diagnose stellen en zeggen van jij hebt dat of dat en jij hebt dringende medische hulp nodig die we zelf bij dokters van de wereld niet kunnen geven. Jij moet of doorverwijzen. Ziekenhuis. Jij hebt operatie nodig of jij hebt dat of dat medicijn nodig dat wij jou niet kunnen geven. En dan krijgen mensen dat wel. Maar dat is dus ook echt alleen maar dat. Hè. Mensen krijgen echt alleen maar de hulp die strikt noodzakelijk is, maar echt niet meer dan dat. Want ook daar zijn ziekenhuizen ontzettend bang natuurlijk dat mensen allerlei ziektes gaan veinzen, zeggen ze dan. Omdat mensen dan, als het koud is, een gezellig ziekenhuisbed zouden hebben en daar dan lekker eten en drinken krijgen in dat ziekenhuis. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus men is zeer, zeer, zeer terughoudend om te zeggen dat mensen dringende medische hulp nodig hebben. En dat is heel pervers, want ja, mensen kunnen een hele zware verkoudheid hebben. Een verkoudheid, dat vergt niet echt dringende medische hulp. Maar natuurlijk, als je buiten zit en het sneeuwt en je hebt geen dekens om je te verwarmen, ja, dan gaat die zware verkoudheid al wel snel over in een longontsteking. Een longontsteking kan wel levensbedreigend zijn. En ja, je moet dus echt al zieker en zieker worden om dan die uiteindelijk in aanmerking te komen voor die dringende medische hulp. Een medische bijstand die ons land dan eigenlijk veel geld kost, want dan is er een opname in het ziekenhuis nodig en dan zijn er allerlei behandelingen nodig. Terwijl als men gewoon die verkoudheid had verzorgd, dan had dat allemaal niet nodig geweest. Ja. Dus dat is, dat is echt korte termijn denken. Pierre, klopt het? Ja. Dat jij in Oostende regelmatig gezinnen met kinderen op straat ziet op zoek naar overnachting. Want die mensen hebben dus geen recht op opvang, zelfs als zij jonge kinderen hebben, zelfs als het koud is. Hoe moet je dat zien? Ja. Gelukkig hebben we daarvoor contact dus met het CAW. En we hebben in de zaal, dacht ik, Johan Bultjouw, die daar heel veel voor doet. Dus die mensen bieden zich aan, dus op de consultatie. En hij kan zorgen voor nachtopvang in Oostende. En dat doet hij dan ook op een schitterende manier. Ja, alleen nachtopvang is dit. Ik denk ook naar huisvesting toe, maar dat moet je hem vragen. Enfin, ik kan misschien een keer zijn micro aanschakelen. Hoe dat dit concreet doet, weet ik niet. Maar hij doet het, ja. Ja. Via het CAW, ja. Ja, huis. Ja. Ah, daar is hij. Ja. U mag altijd toelichting geven, hoor. Ja, oké. Maar huisvesting is eigenlijk een zeer moeilijk punt, want ik heb nu eigenlijk een gezin met een zwangere vrouw. En eigenlijk in het reguliere systeem, in afwachting dat ze alles zullen in orde brengen of kijken welke opties ze allemaal kunnen doen, is er eigenlijk geen wettelijke opvang voor mensen zonder papieren. Dat is een echt drama, dus heb ik eigenlijk via mijn netwerk die mensen een tijdelijke opvang kunnen bezorgen, ook met sponsoring voor eten en drinken en al de rest, maar eigenlijk van officiële wijze, alleen van die kant uit, is er eigenlijk voor die mensen niks voorzien. Het enige, ja, waar, ik wil dat wel benadrukken, dat nu eigenlijk voor de dringend medische hulp in Oostende een zeer goede samenwerking is met de OCMW. Dus dat wij eigenlijk, ik werk samen met Pierre, onder andere met Pierre, voor de consultaties van dokters van de wereld. En dan, als er dan mogelijkheid is voor een medische kaart,
heb ik eigenlijk wel goede contacten via het CAW met de mensen van het OCME om dan eigenlijk een medische kaart te kunnen verschaffen aan die mensen. Maar huisvesting, eigenlijk is dat via het alternatieve circuit waar ik eigenlijk ook niet echt thuis in ben. Officieel is er eigenlijk niks voorzien, tenzij dat ze inbellen. En dat doen wij dan natuurlijk ook, helpen we de mensen mee om in te bellen voor de nachtopvang, die dan eigenlijk ook voor alle daklozen is. Ja. Dankjewel voor uw toelichting. Misschien is het tijd... Ja, sorry. Ik hoor nog iemand. Ja, Cathy, zeg maar. Ja, dat komt er dus eigenlijk op neer als ik nu iedereen hier hoor, Johan en Pierre en Saar en wat wij doen met Nansen. Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is heel duidelijk. Je mag mensen geen vernederende of onmenselijke behandeling laten ondergaan. We hebben daar een hele rel over gehad, die Sudan-rel. Dat er mensen zouden teruggestuurd worden naar Sudan, terwijl het niet was onderzocht of ze daar een onmenselijke of een vernederende behandeling zouden ondergaan. Wat achteraf bleek wel zo te zijn. Maar die onmenselijke en die vernederende behandeling, die ondergaan mensen hier, vandaag, nu, in België, in Frankrijk, door onze overheid. En het feit dat die behandeling iets minder vernederend en iets minder onmenselijk is, dat is dankzij de vrijwilligers, dankzij mensen zoals Johan, zoals Pierre, zoals Saar. Zij zorgen ervoor dat België eigenlijk... minder artikel 3 van het EVRM schendt dan het anders zou zijn. En dat kan echt niet de taak zijn van vrijwilligers. Ik ben ontzettend blij dat jullie dat doen. En ik ben ook heel blij dat we dat met Nansen kunnen doen. Maar dat is echt onze taak niet. We betalen belastingen en sommigen onder ons veel belastingen. De bedoeling daarvan is solidariteit. En die solidariteit die moet er zijn met iedereen die hier is en die nood heeft. En het kan niet zijn dat mensen afhangen van vrijwilligers die dit willen doen. Dit is een taak van de overheid. En dat is niet alleen van de Belgische overheid, dat is een taak van alle Europese landen. En dit moet echt op de Europese agenda geraken. En ik weet nog altijd niet hoe dat we dat daar krijgen. Ik weet nog altijd niet wat dat we daar kunnen voor doen om ervoor te zorgen dat dit Europees wordt aangepakt. En die Turkije-deal die er gesloten is, heeft de druk van de ketel gehaald natuurlijk, want er zijn echt wel veel meer minder vluchtelingen die hier toekomen. En dus lijkt het alsof dat het probleem gewoon... Ja, het is minder erg. En ja, die 200 mensen die daar in dat kamp in Duinkerke zitten, ja, ze hebben er zelf voor gezocht. Hè. De nood om de sense of urgency is er niet. En ja, als iemand mij dat eens zou kunnen zeggen, hoe dat we dit op de Europese agenda krijgen en ervoor zorgen dat dit structureel wordt opgelost en dat vrijwilligers in hun vrije tijd andere dingen kunnen gaan doen dan dit. Dat zou fijn zijn. Ja, dat is misschien een goede aansluiting bij de vragen, omdat ik... bij een van de vragen uit het publiek ook zo'n vraag had opgemerkt. Welk perspectief biedt de hulpverlening? En ik las ook een beetje tussen de lijnen van die vraag de kritiek die Cathy hier nu heeft. Ik zal niet zeggen dat het kritiek is, maar lees ik toch ook niet tussen de lijnen dat het feit dat die hulpverlening er is... dat de overheden juist die sense of urgency niet voelen, omdat de noden toch gedekt worden. Nu, dat is een heel moeilijke discussie, maar ik ben wel benieuwd hoe Saar bijvoorbeeld daar tegenover staat. En ik zie dat Cathy eerst nog iets wil zeggen. Ja, begrijp mij absoluut niet verkeerd. Ik zeg niet dat jullie dat niet moeten doen of dat het door jullie is dat de sense of urgency verdwenen is. De sense of urgency is volgens mij verdwenen door de Turkije-deal. Jullie zorgen er gelukkig nog voor dat mensen niet... echt een artikel 3 schending moeten ondergaan. Dus het is absoluut geen kritiek op jullie. En stop alsjeblieft niet met te doen wat dat jullie bezig zijn. Ja, dat had ik wel zo begrepen, uiteraard. Maar toch even Saar daarover aan het woord laten.
En ik zie nu een foto van Donald en Daisy verschijnen op mijn scherm. Ja, daar zit een verhaal achter. Ah, oké, okay, ja. Vertel. Ja, dat is eigenlijk wel een, dat is een inside joke voor vrijwilligers uit Duinkerke. Want Donald is... ik sprak daarnet van Bilal, die ondertussen in Engeland zit en vandaar nog steeds vertelt wat er gebeurt. En hij is begonnen in het kamp met bij alles wat hij deed, Donald te betrekken. En in zijn foto's trok hij dan Donald. En dan kwam er een echtgenoot en dat is Daisy. En Donald en Daisy zijn helaas niet overgeraakt. Maar Bilal wel. En Donald en Daisy leiden hier nu hun eigen leven. En die volgen dus nu ook mee. Dat is even off the record. Maar die kritiek... Allee, kritiek... Het was nu niet geformuleerd als kritiek, maar dat is wel wat ik vaak te horen krijg. Als ik kritiek krijg op wat ik doe, dan is het... Ja. Het is door mensen zoals jij dat het daar gewoon... Dat mensen blijven komen. Maar dat is het gewoon omdraaien. Want het is doordat het beleid niet doet wat ze moeten doen, dat mensen zoals ik moeten blijven doen wat we doen. Dus het is vanuit het beleid dat er moet een oplossing komen. Het is niet omdat er een groep vrijwilligers is die voedsel brengt, dat mensen zeggen, oh, met z'n allen, we gaan naar Duinkerke, het is daar gezellig. Mensen zijn daar niet omwille van de vrijwilligers. Mensen zijn in Duinkerke en in Calais, omdat dat de kortste weg is om de Noordzee over te steken. Het is raar om het woord te gebruiken, het veiligst is, omdat dat de kortste weg is om met de boot over te steken. En dan wil ik daar eigenlijk nog op aanvullen dat het voor mij, zeker nu in coronatijd, verbazingwekkend is hoeveel mensen nog steeds toekomen in Duinkerke. En Pierre sprak daarnet van 6 per aantal dagen. Vanuit Duinkerke hebben ze toch wel meer succes. Als soms boten over geraken. En boten, ja, als ik zeg boten, dan klinkt dat alsof dat een goed uitgeruste boot is. Maar dat is dus een opblaassloep. Waar mensen dan, als ze geluk hebben met 24, als ze pech hebben met 40, inzitten. En als zo'n boot overgeraakt, dan zijn ze ook wel direct ja, met 40 of met 80 of met 100 over. En dat gebeurt nog steeds. En zolang dat dat ook gebeurt... Ja, hebben mensen hoop van het zal mij ook lukken. Ik ga ook overgeraken. Ja. Een andere vraag die ik in de chat heb gelezen. Hoe zit het met het recht op privé-eigendom als de tenten van die mensen vernield worden, als hun bezittingen worden rondgestrooid, beschadigd? Hebben die mensen eigenlijk rechten op dat vlak die ze tegenover de politie kunnen laten gelden? Ja, Sarah, je mag antwoorden. Ja, wel, omdat we daar eigenlijk met een groep vrijwilligers... we brengen dus gerief, dat wordt 2 keer per week vernietigd. Dat is behoorlijk demotiverend, maar we geven niet op. Zijn we wel vanuit Vlaanderen dan met een groep vrijwilligers samengekomen van we moeten proberen om iets anders te doen. We moeten... proberen om ook het beleid aan te spreken. Ook organisaties in Duinkerke doen dat. Proberen echt op beide sporen te werken. Maar ja, ik weet niet of jullie Gent zonder Grenzen kennen. Gent zonder Grenzen is een collectief van Gentse burgers die probeert te sensibiliseren om mensen vanuit Griekenland over te brengen naar België. Ik ben daar ook bij actief. En het is ook vanuit die optiek hebben we dan al contacten gehad met de Belgische overheid, met Mehdi en ja, met het kabinet. En dan is dan zeggen zij, ja, sorry, dat is binnen Frankrijk. Daar hebben wij eigenlijk niets over te zeggen. En ja, dat is inderdaad zeer moeilijk om daar iets over te zeggen. Hetzelfde gebeurt in Brussel en in Zeebrugge. Dan kun je daar moeilijk iets over zeggen, natuurlijk. Maar zoals Cathy daarnet zei, hoe dat op die Europese agenda te krijgen... Dat is dus ongelooflijk moeilijk. Misschien nog even vanuit juridisch standpunt daarop antwoorden. Natuurlijk mag de politie geen privébezittingen vernielen. Dat is nogal evident dat dat niet mag. Maar wat gaat je doen
Als je durft protesteren, de mensen die daar zitten, wiens bezittingen worden vernield, dat zijn mensen zonder papieren, die niet over een verblijfsvergunning beschikken voor Frankrijk. Wat kunnen die mensen doen? De politie aanklagen? Waar kunnen ze dat doen? Naar het politiekantoor stappen en een klacht indienen tegen de politie? Het zal niet lang duren of ze zijn opgepakt en ze zitten opgesloten met het oog op hun repatriëring naar Eritrea, Sudan, weet ik veel wat. Dus natuurlijk gaan mensen dat niet doen. En dat weet de politie goed genoeg. Dat was hetzelfde met de politie die daar een aantal keren over de schreef gegaan is in Brussel-Noord. Ze weten goed genoeg dat die mensen niet durven reageren. Ook al hebben ze het recht om te reageren en een klacht in te dienen. Dat is theorie, maar in de praktijk kunnen mensen dat recht niet echt uitoefenen. In Duinkerk is dan ook wel geprobeerd dat vrijwilligers zo slaapzakken en tenten in bruikleen geven. En dat als dan de politie komt, dat vrijwilligers klacht indienen. Maar ook die klachten worden gewoon genegeerd. Is dat al gebeurd dat je bijvoorbeeld fotomateriaal of filmmateriaal, want je hebt daar bewijzen van, hè? Je hebt gezien dat politie optreden, je ziet de vernietiging van de materiaal. Kan je iets, ik weet niet, het is naïef hoor van mij, kan je iets doen met dat beeldmateriaal? Je hebt in Duinkerke Human Rights Observers, dat is een afdeling van l'Auberge des Migrants. En zij documenteren die politie. Invallen. Ja. Maar daar gebeurt weinig mee. Er is ook een journalist die een klacht heeft ingediend. Dat is behandeld, dacht ik, voor de rechtbank in Rijssel. En dat is ook gewoon geseponeerd en genegeerd. Daar gebeurt gewoon niets mee. Het is natuurlijk ook het beleid die politie daar stuurt. Allee, ja. Alhoewel dat er scheiding van macht is, bedenk ik nu. Maar dan nog... Ik zie Cathy kijken, maar dan nog gebeurt daar wel, er gebeurt daar gewoon niets mee. Cathy, kun je daar iets juridisch aan doen? Nee. Eerst en vooral, het is al een Frans grondgebied, dat is al moeilijk misschien als klacht neerleggen, als buitenlander. Dat zijn Fransen, hè? Dat zijn Fransen die de klacht indienen. Ja, en er wordt dus ook weinig of niks mee gedaan. Okay. Ja, maar we zien dat er... Ik weet niet hoe het met het klachtenrecht in Frankrijk zit, maar als het hetzelfde is dan bij ons, dat klachtenrecht of de mogelijkheid om klacht in te dienen tegen politieoptreden is ook bij ons redelijk problematisch. Als we zien dat er toch heel wat klachten zijn over politiegeweld en buitensporig politiegeweld bij ons in België. En als we dan zien hoe weinig dat er met die klachten gebeurt... Ik vermoed dat de situatie in Frankrijk een beetje gelijkaardig is, maar het moet al onvoorstelbaar hard uit de hand lopen vooraleer dat er gereageerd wordt. Kijk naar de zaak van Jonathan Jacob, kijk naar de zaak van Jozef Chovanec, Lamine Bangoura, noem ze op, de mensen die gestorven zijn terwijl ze onder politiebewaking waren. Ze zijn bijzonder talrijk en De gevolgen die daaraan verbonden worden, zijn toch redelijk miniem. Dus ja, ik heb niet zo heel veel vertrouwen in dat klachtenmechanisme. En ik vrees dat Frankrijk daar een beetje in hetzelfde bedje ziek is. Er was... Of Saar, wil jij nog iets toevoegen? Nee, ik zag jou weer niet. Ah ja, ik ben terug. Ik weet niet waarom ik altijd wegval. Er was ook nog een vraag... Sommige steden willen meer doen op het vlak van opvang, maar is hier eigenlijk een federaal kader dat die steden dat toelaat om op dit vlak iets te doen? Ik denk als er vluchtelingen moeten overgenomen worden. Hè. Bijvoorbeeld dat men zegt van, kijk, er zitten zoveel vluchtelingen in een kamp
in Griekenland laat ons die vluchtelingen naar hier laten komen. Dat is iets wat je natuurlijk niet kan doen op stedelijk niveau. Dat is iets wat op federaal niveau moet gebeuren. Het is de staatssecretaris voor asiel en migratie die op Europees vlak dat kan onderhandelen. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat steden en gemeenten dat signaal geven. Want de politiek heeft de gewoonte om maar dingen te doen als daar, wat zij noemen, een maatschappelijk draagvlak voor is. Nu, het is mij nooit echt duidelijk geweest wat dat politici bedoelen met maatschappelijk draagvlak. En hoe zij dat dan aanvoelen, dat er ergens een draagvlak voor is of net geen draagvlak voor is. Maar in ieder geval, het lijkt mij toch wel heel duidelijk, als er heel veel steden en gemeenten zijn die zeggen, wij in onze gemeente of wij in onze stad, wij willen vluchtelingen opvangen. Als die signalen bij de bevoegde staatssecretaris komen, dat die dan wel op federaal en op Europees niveau kan zeggen, kijk, bij ons is er draagvlak, wij kunnen vluchtelingen opvangen. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is dat die signalen blijven gegeven worden, ook al ligt de beslissing niet bij de burgemeester. Toch denk ik dat dit een enorme impact kan hebben op het beleid. Nog een vraag in de chat was, zien jullie soms tekenen van seksueel geweld? In Zeebrugge niet. In Zeebrugge niet. Ik weet niet of dat in Duinkerk, of dat daar meldingen zijn. Ik ben een vrijwilliger, geen hulpverlener. Ja, maar je zou dit kunnen opgevangen hebben. Hè? Nee. Ja. Nee. Het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp dat mensen ook niet meteen gaan delen met iedereen natuurlijk. Ja. Ik heb één keer in Duinkerk, vroeger in het kamp, in het Slijkkamp, dat was voor het barakkenkamp, meegemaakt dat wij met een hele groep mensen met brede met een hart voor vluchtelingen geweest zijn. En die mensen waren zo blij dat ze heel veel grief gekregen hadden, dat een man zei tegen mij, oh, come in the tent, you can take my sister. Ik was razend. Ik heb die man uitgescholden. Ik vond het zo schandalig dat die man aan mij voorstelde. En dan denk ik dat zulke zaken scheringen in inslag kunnen zijn. Zeker in kampen waar jonge vrouwen ook verblijven. En daarom noemde het ook de jungle, denk ik. Ik was er eigenlijk kapot van. Ik vond dat verschrikkelijk. Ja. Nog een vraag die in de chat kwam. Zijn er veel minderjarigen? En dan veronderstel ik dat de vraagsteller bedoelt alleenstaande, niet begeleide minderjarigen. Ja, ik ga er even op inpikken. Dat is dikwijls een probleem, omdat de vluchtelingen soms de neiging hebben om hun leeftijd te vervalsen of te minimaliseren, moet ik het zeggen. Dat ze een andere geboortedatum opgeven dan een werkelijke geboortedatum is. Dat ze zich jonger verklaren dan dat ze zijn. Dus we hebben zo af en toe, en je kunt het niet op hun gezicht zien of aan hun uiterlijk, maar zij. Als je vraagt wanneer zijn ze geboren, dan komt het op neer dat ze 17 jaar zijn of 16 jaar. Ja, aan wie kan dat weer leggen, die leeftijd? Dat is dus een groot probleem, omdat ze dus als minderjarige waarschijnlijk meer rechten hebben. Proberen zij een leeftijd een andere leeftijd voor te doen dan dat ze zijn. Dat is, dus ik kan niet weten of dat ik met een minderjarige te doen heb of niet. Ik kan alleen maar afgaan op wat hij als geboortedatum opgeeft. Ja. In Duinkerke valt het voor mij op dat er de laatste maand heel erg jonge jongens zijn, waar ik zelfs niet moet denken, je bent 17, waarvan ik weet, je bent 12 of 13 of 14. Ja. Dus echt heel jonge jongens die alleen onderweg zijn. Ja. Misschien, het is nu 9:55. Ik denk dat we zeker nog de laatste vraag moeten beantwoorden, want dat is toch een vraag waar waarschijnlijk veel mensen na het volgen van deze avond mee zitten. Kunnen wij ook zelf iets doen
Misschien een eerste vraag in dat verband, die ik zelf wel interessant vind. Kunnen mensen zelf ook initiatief nemen om opvang te verlenen? Wat mag je wettelijk doen als burger op dat vlak om die mensen zelf te gaan opvangen? Zijn daar regels rond? Mag het niet? Mag het wel? En in welk kader dan? Misschien is dat een goede vraag voor Cathy. Ja, er is artikel 77 van de Vreemdelingenwet de definitie van mensensmokkel. Dus wie ertoe bijdraagt, op welke manier dan ook, dat iemand van buiten de Europese Unie binnenkomt, hier verblijft of de Europese Unie gebruikt als doortocht naar een ander land, zonder daartoe gemachtigd te zijn. Hè. Dus met andere woorden, als iemand van buiten de Europese Unie zonder verblijfsvergunning hier in België binnenkomt en hier rondloopt, en je helpt die daarbij, dan maak je je schuldig aan mensensmokkel. Maar er is gelukkig een laatste paragraafje aan dat artikel 77. Dat is alleen strafbaar als je dat doet met het oog op het direct of het indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel. Dus dat wil zeggen, als je mensen helpt om Europa binnen te komen of in Europa te blijven of vanuit Europa in Engeland te geraken, dan ben je maar strafbaar als je dat doet om er zelf rijker van te worden. Nu, daar moet je natuurlijk wel mee opletten, want het parket kan nogal gauw denken dat je daar zelf rijk van wordt, ook al is dat helemaal niet zo. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld van Saar. Stel dat Saar een hele grote gift zou krijgen, ik zeg maar iets, een lokale garage, die heeft heel veel begrip voor Saar en zegt, goh Saar, jij rijdt elke week met die camion net daar naartoe, weet je wat, ik doe je een veel grotere camionet cadeau. Jij mag dan met die camionet helemaal vol met spullen naar Ginder rijden. Als Saar die camionet alleen gebruikt en dat ook kan aantonen om spullen naar daar te brengen, om mensen te helpen, dan loopt Saar geen enkel probleem. Maar stel dat Saar kinderen heeft en haar kinderen naar school zou brengen met die camionet, dan zou men kunnen zeggen, ja, maar Saar gebruikt die camionet ook voor privédoeleinden. En dus heeft Saar hier een vermogensvoordeel, want anders zou ze die camionet niet hebben. Er zijn al mensen vervolgd geweest omwille van het verlenen van humanitaire hulp, omdat ze bijvoorbeeld hun rekening, hun bankrekening gebruikt hebben om mensen te helpen. Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen heel moeilijk een bankrekening openen. Enfin, een bankrekening openen is nog niet zo moeilijk, maar ze dan gebruiken en het geld dat erop staat eraf halen, is niet zo simpel. Dus wat doen mensen? Mensen zeggen, oh, maar ik heb een bankrekening. Hè. Als er mensen zijn die daar geld willen op storten, dat ze dat maar doen, dan haal ik dat af en dan geef ik u dat. Ja, dat dat geld op die rekening komt, daar is een bewijs van. Dat ze dat geld eraf gehaald hebben en in contanten aan die vluchteling gegeven hebben, daar is geen bewijs van. En natuurlijk, als het parket dan een onderzoek gaat doen en ziet van, ja, maar daar komt regelmatig geld vanuit het buitenland op die rekening, dat geld gaat er ook wel af, maar we weten niet aan wie, dan zou men dat kunnen beschouwen als een vermogensvoordeel. Dus het antwoord op de vraag is, het is niet strafbaar om te doen wat Saar of Pierre doet. Absoluut niet. Maar je moet wel goed opletten dat er op geen enkel manier het vermoeden kan ontstaan bij de politie of het parket dat je daar zelf rijk van wordt of daar een voordeel, een financieel voordeel uithaalt. Dat je daar als mens rijker van wordt, dat kunnen ze gelukkig nog niet verhinderen. Maar dat je er materieel rijker van wordt, dat mag absoluut niet. Maar zolang dat niet is, hè, dus als je dingen... Als er geld, stel dat er iemand geld op je rekening stort en zegt van koop daar nu donsdekens mee, koop daar schoenen mee, koop daar dit mee. En je houdt die bonnetjes bij en je kan aantonen van kijk, ik heb daar schoenen mee gekocht. Ik heb daar donsdekens mee gekocht, dan is er geen probleem. Zeker niet als je dan zelf schoenmaat 38 of 39 hebt en je hebt dan schoenen gekocht in maat 45, dan is dat geen probleem. Maar ik
ik hoop dat dat duidelijk is wat ik bedoel. Je moet wel ervoor zorgen dat men je niet kan verwijten dat je er een direct of indirect een vermogensvoordeel aan gaat. Ja, dat is een heel belangrijke boodschap. Aan mensen die iets willen betekenen, laat je zeker niet afschrikken om iets te betekenen, maar informeer je wel goed over jouw rechten en plichten bij mensen als Cathy, bij mensen als Pierre en Saar. Maar misschien nog een vraag aan Pierre en Saar. Zijn er ook andere manieren waarop mensen kunnen helpen? Want jullie kunnen waarschijnlijk wel hulp gebruiken. Zijn er nog andere manieren waarop geïnteresseerden zich kunnen melden bij jullie? Ja, ik lanceer zelf elke vrijdag een oproep voor warme wollen dekens. Om mijn kamionet te vullen met warme wollen dekens. Ik zou zeggen, volgen via Facebook of via Instagram en dan zie je waar er nood aan is. Ik zou het wel absoluut afraden om, als je nog nooit naar Duinkerke geweest bent, want ik zie dat soms en dat ja, is meestal niet, dat eindigt meestal niet zo goed. Als je nog nooit zelf in Duinkerke geweest bent en je wil echt gaan, sluit je aan bij mensen die wel al geweest zijn. Want anders kom je daartoe. Je auto zal op minder dan 5 minuten leeg zijn. Geplunderd, echt. Maar het zullen degenen zijn die het snelst bij je auto waren, die alles mee hebben. En het kan zeer overdonderend zijn. En het is gewoon sowieso beter dat je je aansluit bij een groep mensen. Ikzelf ga echt heel vaak alleen of met een klein groepje vrienden. Ik heb geen vereniging. Ik heb natuurlijk wel contacten met VZW Humain, met allemaal mensen. Maar ik ben zelf niet aangesloten bij een vereniging. Maar ik wil dat wel aanraden aan mensen als je wil gaan. Want ik heb soms het gevoel dat mensen gaan en dat het zo... Het is een beetje oneerbiedig, maar het gebeurt wel. Diertjes kijken. Zeker voordat de coronamaatregelen verstrengd waren. Het is al een volledig jaar dat we bijna niets kunnen doen. Dus er zijn veel mensen die dan denken, och, we gaan eens... naar Duinkerke. Nu, sinds de verstrenging van de maatregelen, Duinkerke zit sinds 4 weken of 5 weken in een strikte lockdown. En Frankrijk verplicht al 5 of 6 weken dat je, als je de grens overgaat als niet-grensbewoner, ja, dat je inderdaad een test hebt. Dus het is wel wat moeilijker om als vrijwilliger vanuit Vlaanderen nu de oversteek te maken naar Duinkerke dan. Maar er is ook hulp nodig in Brussel en Zeebrugge, veronderstel ik. Ja. Dus in het kader van Dokters van de Wereld zoeken we altijd, of zijn we altijd bereid om mensen met een medisch of paramedisch beroep in te schakelen in onze consultatie. Dus verpleegkundigen, psychologen, artsen zijn altijd welkom. Ja, ik denk dat de boodschap is. Ja, dankjewel iedereen. Ik wil nog even zeggen dat er ook in de chat interessante bijdragen zijn geleverd door mensen die aan het volgen zijn. Sommige mensen hebben ook heel interessante artikels gepost. Een meerderheid van die artikels kwamen van Mo-magazine. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Dus neem zeker nog eens een kijkje in de chat. Lees die artikels. En ja, dan wil ik ook iedereen bedanken om te volgen. Cathy, Saar en Pierre om deel te nemen. En dan wil ik misschien toch nog het woord geven aan Kelly van het Mazereel Fonds om af te sluiten. Ja, dank u wel. Ook Pieter, dank u wel. Sprekers, ik ben er zelf een beetje stil van geworden. Ik ga er niet veel meer aan toevoegen. We gaan zeker proberen om deze opname te verspreiden via onze website. En misschien inderdaad ook de links naar de diverse interessante initiatieven die ik zie verschijnen hebben via de chat. Dus we zullen zorgen dat we die op een of andere manier ook nog kunnen ontsluiten. Dus heel erg bedankt iedereen voor de verdere programmatie van Platform Oostende. Ik denk dat dat dus vooral via de Facebookpagina
Of via de website van het Mazereelfonds vinden we ook wel een link waar die informatie terug te vinden is. Heel erg bedankt iedereen. Fijne avond nog. En tot binnenkort nog eens. Dag. Ja, graag gedaan. Dag. Oh.